zolang het nog kan. Dit is een tour van 3 weken, tour oriental. Singapore, Java, China, Japan en Mandsjoerije. Maar u kunt ook zo, dat is een reis van 40 dagen. Mexico, Acapulco, Siberië. Met een zeppelin over de stille Zuidzee-eilanden en met de Orient Express terug. Ga op reis naar het ver paradijs, zolang het nog kan. Maak een tour naar de Borobudur of Yucatan of naar Japan. Ga een keertje kerstmis vieren in Botswana of Zaire. Trek een tour in kar, dwars door Panama. Vlieg naar Zanzibar, Nicaragua. Managua, Nicaragua is a beautiful town. Ga nog iets van de wereld zien, mevrouw en meneer. Want over een jaar of 10 kan het misschien niet meer. Door uw leverkwaal verhinderd en uw firma om de kop. En het salaris is verminderd en de koek is helemaal op. En de koek is helemaal op. Teken hier een formulier voor 2000 piek. En u bent in een appartement in Mozambique. Geweldig chic. Ga naar Borneo of Bangka. Maak een seksreis naar Sri Lanka. Trek het oerwoud in met uw camera. En wil de dieren zien. Diep in Kenia. Koi, koi, kik, koi, koi. Koi, koi, kik, koi, koi. Koi, koi, kik, koi, koi. Ga nog iets van de wereld zien. Profiteer, profiteer. Want over een jaar of 10 kan het geheid niet meer. Wilde dieren uitgestorven. Revoluties overal. En de zeeën zijn bedorven. Volgestort met kernafval. Volgestort met kernafval. Ga op reis naar een ver paradijs, zolang het nog kan. Ga nog net, neem een reispakket naar Pakistan of naar Taiwan. Ga in Bangladesh ontdekken, de kindjes daar verrekken. Voor een bagatel, naar een zonnig strand. Eerste klas hotel, derde wereldland. Ga nog iets van de wereld zien, mevrouw en meneer. Want over een jaar of 10 is er geen wereld meer. Ik heb een hele leuke reis voor u naar Texel. Maar ja, echt warm is het daar natuurlijk niet in de winter. Santa Claudia! Ja, misschien moet u dan toch een klein eilandje verderop. Wat denkt u hiervan? Een schitterend eiland. Zon, zee, palmen, bloemen. Santa Claudia! Santa Claudia! Santa Claudia! Ja. Heerlijk rustig. Dat is misschien wel wat. Ja, komt. Absoluut, ja. Dus ze gaan samen naar Santa Claudia! Ja, hoor eens, jij stuurt ze samen op reis. Ik ben het daar niet mee eens. Je had ze moeten aanraden om te scheiden. Waarom? Zolang die vrouw bij hem is, krijgt hij niet de kans om zijn geld weg te geven. Maar wel om het vlug op te maken. Ja, maar dat is toch niet de bedoeling? Met geld opmaken verdien je de hemel niet. Nee, maar met geld weggeven zomaar in het wilde weg verdien je de hemel ook niet. Wacht eens. Santa Claudia is arm. Juist. Hij zal de bevolking helpen. Precies. Er zijn er hevige rellen geweest, bijna burgeroorlog. En nu is het er weer rustig. We zullen zien. Wat ben jij van plan? Ik? Niks. Je moet niet vergeten, wij kunnen niets doen. Wij kunnen die man alleen laten zien dat het niet zo makkelijk is. Voor een rijk man. Om zijn geld weg te geven. Misschien heb je gelijk. En moet het hem zo gemakkelijk gemaakt worden? Was het niet onze opdracht hem op de proef te stellen?